eigenlijk. Dat zijn mensen met goede smaak. Ja. En het eindresultaat. Hallo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en heerlijk weer. En ik moet zeggen dat zeg maar zon en blauwe lucht zoveel invloed op mij hebben en hoe ik wakker word en in het leven sta. Misschien ben ik gewoon gemaakt om ooit naar Italië of Frankrijk te verhuizen en daar in de zon te leven. That would be nice. Voor nu ga ik iets minder ver, namelijk naar kantoor. Ik ben mijn spullen even aan het inpakken. Ik heb vanochtend wat thuis gewerkt en ik ga nu nog even de tweede helft van de dag naar kantoor. Het is super lekker weer, dus ik moet me wel even motiveren om te werken. Ook wel zin om naar buiten te gaan, dus ik denk dat ik er even een korte dag van ga maken. Zeker in deze tijd en dan ook als iemand die self-employed is, is er eigenlijk best wel veel ruimte om je eigen weken en dagen in te delen. En toch merk ik dat ik best wel snel in een soort 9 tot 6 of 7 mentaliteit zit. Wat best zonde is misschien, want ik denk ook niet dat je dan het creatiefst bent. Dus mijn missie voor deze week is om mezelf daar een beetje uit los te schudden. En meer op gevoel mijn week in te delen. En op wanneer ik me het meest creatief voel. Of het meest productief voel. En ja, vond ik wel een mooie intentie. Ik probeer sowieso aan het begin van elke nieuwe week even stil te staan bij wat wil ik minder deze week. Wat wil ik meer doen deze week. Wat is mijn nummer 1 prioriteit van de week. Eén ding wat ik echt wil bereiken, dus ja, we zullen vrijdag zien of dat ook echt zo is gegaan. Office Essentials. Oké, net naar boven gebracht. Een pakket met sale aankopen. Die ga ik eens even uitpakken voor jullie. Jor en ik zijn weer thuis en we gaan heel even naar buiten en wandelen om ons hoofd leeg te maken. We doen atelier samen, dus heel vaak gaat het ook over werken. En dan moet je echt beslissen van, nu zetten we het heel even uit. Dat is dus nu. Ik leg de camera dus ook even weg en dan zie ik jullie zo weer. Doei! Hey guys, goedemorgen. Het is dinsdag en Jordi en ik zijn op kantoor foto's aan het maken voor atelier van het nieuwe Gouden Koord. Hey Jordi, we hebben een hele studio set gebouwd. Ik heb alleen de styling niet zo goed voorbereid, want ik ben mijn schoenen vergeten. Dus dat beperkt ons een beetje. Torstudiootje. Ook wel mooi, of niet? Heel. Misschien is dit wel mijn vraag. Ik ben thuis van kantoor en drop even mijn spullen hier om lekker naar buiten te gaan. Ik dacht, ik stop op tijd, ik ga er lekker uit. En ik ga lekker even alleen op pad. Ik ben wel iemand die tijd alleen nodig heeft om te rechargen. En dat doe ik zeker ook als ik met mensen ben. Maar ik hou heel erg van mijn alleen tijd en gewoon een soort quality time met jezelf doorbrengen. Even niks, even rust en dan voel ik me weer mezelf en ik vind dat heel prettig. Ik kan goed alleen zijn. Ik ga even naar Sla, ga ik denk ik weer de vegan kapsalon halen.
ga ik dat lekker ergens in de zon, op een grasveldje of op een bankje opeten. Terwijl ik wat muziek luister of een serie aanzet en gewoon even heerlijk chill. Dit is trouwens mijn look van de dag. Een maxi jurk van Ganni. Oversized bomberjack uit Tokio. En mijn Calvin Klein sneakers die ik al een tijd heb. Ik denk 2 jaar nu of zo. Waar ik heel blij mee ben. Als ik ergens van hou, dan draag ik het gewoon totdat het op en op is. En hetzelfde met deze jurk. Die heb ik zo vaak aan. Die hebben jullie al heel vaak voorbij zien komen in de vlogs. Dit bomberjasje heb ik ook heel veel aan. Ik hou absoluut van mooie spullen en van iets nieuws en mezelf trakteren. En ik ben dol op mode. Maar ik geloof absoluut niet dat je de hele tijd een nieuwe garderobe nodig hebt om jezelf cool te voelen of om met trends mee te gaan. En ik vind het juist heel nice om 1 perfecte van alles te hebben en daar dan heel blij mee te zijn en dat heel vaak te dragen. En ik denk dat dat een betere boodschap is dan elke maand een nieuwe shopvideo of een nieuwe kortingscode of een nieuwe haul. Ik krijg heel veel vragen over wanneer doe je weer een shopvideo of een sale haul, maar ik ben eigenlijk gewoon heel bewust niet zoveel aan het kopen. Ik heb nu een paar dingen besteld in de sale bij Net-a-Porter. Dat doe ik eigenlijk altijd zo. Dan heb ik dingen in mijn mandje liggen waar ik verliefd op ben, die ik eigenlijk te duur vind. En dan wacht ik gewoon totdat ze supergoed afgeprijsd zijn. En dan sla ik toe. Dan zijn ze een beetje de prijs die ik het waard vind, zeg maar. Dus ik heb best wel wat dingen besteld met het oog op dat ik dan kan passen wat echt het allerbeste en mooiste zit. En daar kan ik dan een keuze in maken. Maar hou dan in gedachten dat het niet realistisch is om een hele nieuwe garderobe te kopen in de sale. En dat dat ook niet hoeft. En dat ik dat ook niet doe. Hey guys, goedemorgen. Het is 7:45 of zo. En Jordi en ik gaan even buiten koffie drinken. En dan gaan we sporten. Dit is al de derde keer dat ik ga sporten sinds ik heb gezegd tegen mezelf dat ik het weer op ga pakken. Dus ik voel me best wel trots. Ik draag een groot oversized shirt van Ruff Studios. Een kort zwart sportbroekje en voor nu even mijn Calvin Klein sneakers. Maar straks natuurlijk mijn sportsneakers. Ik heb me net klaargemaakt voor een afscheidsfeestje van mijn Linda Meidenteam. Er zijn nog 2 andere toppers uit het team vertrokken en we gaan op afstand en buiten afscheid van elkaar nemen in het park. Gek moment, maar ook heel fijn om iedereen weer te zien. Hallo, daar ben ik weer. Ik ben me aan het opmaken omdat ik door Opeen gebeld werd of ik wilde aanschuiven bij een gesprek over hoe influencers misschien hun invloed of positie of bereik online in kunnen zetten om vooral de jongere doelgroep meer bewust te maken van de coronamaatregelen. En heb je eigenlijk die verantwoordelijkheid als influencer en hoe ziet dat er dan uit? Ik ben heel benieuwd wat voor gesprek het wordt, wat de toon wordt, ook hoe een programma als Opeen naar influencers kijkt. We gaan het zien. Het wordt interessant, denk ik. Oké, de bel is aan. Je hebt een stok. Nou, wij kunnen nooit serieus filmen. Nooit. Nee. Nou, hoi. Hallo. Ja, de kijker. Er zijn dus onderzoeken, hè? Op RTL, MCN. Divimove, sorry. Wat dan? Dat wij in elkaars positieve vaarwater zitten. Wat? Zo van mensen die jou... Wie zeggen dat? Ja, de modellen. Welke modellen? Onderzoeksmodellen. Oh. Dat mensen die jou leuk vinden, vinden mij ook leuk. Dat zijn mensen met goede smaak. Ja. Dat heeft en een boekbeeld voor de jongere generatie, die mix vind ik. Opeen ging goed, denk ik. Het was een lekker chaotisch gesprek, maar ik denk dat ik wel een paar goede punten kon maken over hoe ik zelf denk dat het zit met verantwoordelijkheid van influencers. En het was gewoon heel erg leuk om weer een keer live tv te maken. En mijn lieve schatje Jordi, kom me lekker ophalen. Zo lief, zo supportive. Dat is toch fijn.
leuk. Ik vind het toch wel heel tof om live tv te maken. Ik vind dat zo'n toffe ervaring. Omdat? Ja. En je zit daar en dan denk je gewoon, oké, nu heb ik dadelijk één mini kans om iets te zeggen. En je voelt me al een beetje aankomen. En het is heel erg ook in het moment. En het gaat lekker snel allemaal. Ik vind het heel leuk. Cool. Ik ben op kantoor en ons office is helemaal omgeturnd tot een waar... ja, hoe zou ik het kunnen noemen? Minifabriekje in Amsterdam. We zijn namelijk aan het klaarmaken om uit te leveren naar twee winkels. En dat doen we zelf. En dat is nog best een klus die voor ons ligt. Inmiddels hebben we het inpakken even achter ons gelaten. En zijn we vooral aan het uitpakken. Met een lekker dinertje ter ere van onze geweldige stagiair Benoor. Die ons morgen gaat verlaten. Sadness. Dus we zijn lekker uit eten. Italiaans bij de spaghetteria met lekkere broodjes en snackjes en pasta's en wijntjes en we hebben het helemaal fijn. Toch heel leuk om ook dit soort momenten met elkaar te hebben, los van het harde werken. Good morning, even een outfit snel in de spiegel. Ik heb een nieuwe top van Ganni aan en mijn jeans van Mick en mijn Birkenstocks uit de Provenza Schula samenwerking. En mijn gouden atelierkoord. Waar ik super blij mee ben. Mijn haar is een beetje aan het veden. En ik ben nu aan het twijfelen, ga ik het nog een keer zo spoelen of ga ik terug naar het blond. Op kantoor. Medium concentratiedag. Ik merk dat ik helemaal geen zin heb om mails te openen en computerdingen te doen. Maar ik ben verder... best oké, effectief bezig. Deze week is er eigenlijk echt veel gebeurd. We hebben de gouden koorden gelanceerd. We hebben contact gehad met een nieuwe mogelijke retailer voor atelier. We hebben onze winkelverpakkingen ontvangen. We hebben ons helemaal duurzame vloeipapier en duurzame stickers besteld. Wat hebben we allemaal nog meer gedaan, joh? Ik was bij op 1. Gouden koorden gefotografeerd. Jordi heeft super mooie productfoto's gemaakt. Ik ben helemaal trots op hem. Ik ben trots op jou. Ah, gemaakt online. Ja, jij hebt alle techdingen gedaan. Dat vind ik echt knap. Jordi heeft in quarantainetijden gewoon zichzelf even aangeleerd hoe hij een webshop moet bouwen. Ja, nou ja, bouwen niet, maar wel invullen. Customizen en invullen en alles aanpassen en aanmaken. Dat vind ik echt knap. Het is vet lekker weer geworden, dus ik ga nu mijn spullen opruimen en lekker naar buiten. Weekend! Oh my god. Oh. Ik moet zeggen dat ik echt trots op mezelf ben over deze week. Top 1 gesprek is toch een beetje, ja, ik heb toch een beetje een... Ik vond het te gek om daar aan tafel te zitten en om weer live tv te maken en om uitgenodigd te worden. Dus dat allemaal wel, maar het liep toch wel echt anders dan ik in gedachten had. En het werd een soort discussie van geloven vloggers in corona of zo, wat natuurlijk echt een non-gesprek is. Terwijl ik juist zoiets had van laten we het hebben over hoe mensen met een bereik iets kunnen betekenen in die tweede golf beperken onder jongeren. Wat volgens mij een hele relevante vraag is waar we ook echt wat mee kunnen. Als we experts en onderzoekers of mensen vanuit de RIVM koppelen aan mensen die in de doelgroep staan en misschien wat dichterbij voelen. Dus dat had ik er graag... uit meegenomen of het over willen hebben. En ik vind het wel een beetje pijnlijk om te zien hoe we online zo totaal op één berg worden gegooid. Terwijl ik geloof in de wetenschap en in het RIVM en dat de overheid het beste met ons voor heeft. Ook al zijn de regels best wel blurry soms. Dus dat is wel een beetje gek. Ik heb er wel een raar gevoel over al de hele dag, maar... Ik hoop dat er gewoon morgen weer een of andere gekke viral tweet is van iemand. En dat mensen dit weer een beetje naast zich neerleggen. Ik zit lekker bij de ijsbreker met mijn lieve schatje Nicole. Die mij van een gezond ei met zalm naar een iets minder licht maaltje koekt. Wel lekker. Hallo. Ha. Lekker zo. Ik ben weer thuis en helemaal nat geregend. Op de bank ligt mijn lieftallige schatje Jordi. Dit is echt zo'n druilerige zaterdag die voorbij kruipt en waarin niks nuttigs doet of whatever. Maar dat is juist heerlijk. Ik ga nu even wat
heerlijke Real Housewives kijken. Ik ben echt een. Ik smul echt van dat soort reality tv tot grote ergernis van bepaalde andere huisgenoten. Maar dat kan me niet schelen. Ik vind het helemaal top. En ik ga thee maken. En ik heb dus echt sick lekkere koekjes en toffees gekregen van een merkje. Kijk, dit is iemand die heet Hebe Conditori. Wat al zo'n leuke naam is. En die maakt dus dit soort. Dit is een koekje. Een cakeachtig iets. Deze toffees zijn super lekker. Dit zat bij een jurk die ik eigenlijk van een kledingmerk kreeg als een extraatje. Maar dit is voor mij zeker ook een hoogtepunt. Ik ben hier dus ook heel benieuwd naar. Het lijkt een soort lolly. Maar het zit ook allemaal poeder bij. Ik snap er niks van. Dat ga ik denk ik even uitpakken. Er staat ook niks op verder. Ik heb dus een heel fort voor mezelf gemaakt in de slaapkamer. Echt living my best life. Een hoekje met kussens. Mijn Heyu staat aan met allemaal reality. Ook echte TV. Nieuw nachtkastje. Loving it. Dit ding, even kijken of dat lekker smaakt. Helemaal lekker. Ik ben uit mijn reality tv cocoon gestapt om naar Robert te gaan van Campatta. De piercer waar ik eigenlijk altijd naartoe ga al jaren. Omdat twee gaatjes dichtgegroeid zijn in de quarantaine tijden. Eén links en één rechts. Dus die ga ik even open laten maken. En ik ga denk ik dit bloemetje een keer vervangen voor iets anders. Het zit er al 8 jaar in. En ik ben er al een beetje klaar voor van. Joris nog prak, maar hij gaat wel mee. Daar zitten we dan. Op een hele veilige manier met sanitized hands en mondkapjes. Gaan we 2 gaatjes doorprikken en 1 sieraad vervangen. En ik heb er nu al zin in. En het eindresultaat. Hey! Een heel mooi steentje. Wat nu gewoon, ik haal ze er altijd uit en dan groeien ze weer dicht. En nu heb ik gewoon 1 heel mooi steentje vast op die plek zitten. En een driehoekje. Dus nog wel de bling, maar iets volwassener en meer sophisticated. Ik vind het echt prachtig. Blij! Good morning! Het is een lekker weekend en na een ochtend heel rustig te hebben gedaan. Gaan Jordi en ik nu nog even buiten koffie drinken en dan gaan we sporten. Ik wil eigenlijk even proberen een week elke dag misschien wel te sporten. Gaat dat maar lukken? Tegelijkertijd heb ik ook steeds nog last van mijn nek, dus ik doe het wel rustig aan. Ik doe nu even een beetje hyaluronzuur op. Nog geen dagcreme. Ik vind het lekker om zo'n serum op te doen en dan te gaan sporten en dan daarna mijn gezicht helemaal te verzorgen en goed in te smeren. Ik heb vaak het idee als je zo'n zwaardere crème of zo ook doet dat het een beetje extra sweaty wordt. En dit voelt heel lekker. Fris. Ik heb een sporttopje van Nike aan. Deze zijn voor mij het fijnst omdat ze echt best wel stevig zijn. Ze houden alles goed op de plek. En weer dit broekje. Ik heb een stuk of 4 van dit soort broekjes die ik de hele tijd omwissel. Maar dit is zeker wel mijn favo. Dus ik ga toch de hele tijd zo snel mogelijk dit wassen en dan die weer aandoen. Terwijl, ja, je hebt gewoon altijd 1 lievelings. Deze is gewoon net helemaal chill en zacht. Ik zou nog wel misschien fijne sportschoenen erbij willen hebben. 1 paar. En sportsokken heb ik ook nodig. Ja. Hoe doen jullie dat met als je van die bike shorts draagt? Doe je dan sportsokken eronder? Of geen sokken of kleine sokjes? Ik vind het namelijk altijd zo stom uitzien. Ik ben benieuwd wat jullie doen. Het gaat er even overheen voor tijdens het koffiedrinken. Het is een palmboom, is me verteld. Hallootjes. Ik ben ook een palmboom. Dat was top. Ik zet jullie hier even neer. Hey Jorski. Het sporten is zo chill, want je voelt je gewoon daarna meteen helemaal een soort van sterk, hyped up over jezelf, positief. Ik ga deze week crushen en ga ervoor.
Het is een hele fijne energie om te hebben. En ik dacht altijd dat het bullshit was als mensen het daarover hadden van je voelt je zoveel beter als je sport en bla bla bla. Maar ik merk het elke keer echt zo erg aan mezelf. We gaan ons nu even klaarmaken om wat door de stad te cruisen met ons brommertje. De geliefde Unu. Echt, wat is mijn leven zonder de Unu? Geen leven dat ik wil kennen. Dit is de basis van wat ik aan heb. Gewoon hele simpele goede classics. Waar ik heel erg in geloof. Die je met alles kunt combineren. Dus mijn favoriete gouden sieraden. Witte tanktop van Le Coyote Paris. Een leuke tape. Een vintage Levi's jeans die ik af heb geknipt omdat die uit was gescheurd. En daar overheen draag ik dan waarschijnlijk een oversized beige blazer. En dan sneakers zoals een goede New Balance. Of sandalen zoals mijn Birkenstocks of mijn Fendi slippers. Een beetje die slide-achtige vorm. Of misschien wel hoge laarzen. Blazer even stomen hoor, maar zo ziet dat er dan ongeveer uit. Misschien doe ik het wel met mijn nieuwe enkellaarsjes. Ik heb even een pitstop bij Anna en Nina om te kijken of het atelier al in de winkels ligt. De eerste stop is een pakket waar ze de lekkerste koffie en broodjes hebben. En de mooiste blazers die ik nu dus aan heb. En die leren is weer in stop, is me verteld. Dus die ga ik proberen op te zoeken. Wat life essentials, zoals hun verrukkelijke broodjes. Oeh. En lekkere ijskoffies. Zulke leuke potjes. We zijn weer thuis, we hebben boodschap gedaan en we gaan nu koken.